Nee, ook op de gelopen straten, zoals hier in de omgeving van Hardenberg. Nou, de forse buien zaten vandaag boven een groot deel van het land. De eerste regengebied wat weggetrok en de tweede regengebied wat vanaf het noordwesten eraan kwam zitten. De verwarming kon eraan. Het was 14 graden tijdens de regen en de hoogste temperatuur een graad van 17. En als je een beetje stoot, dan krijg je het vocht uit het huis. Betere temperaturen vinden we terug, verder naar het noordoosten en verder naar het zuidwesten toe. Bij ons is het duidelijk wisselvallig met twee opvallende wolkenpartijen, zowel ten westen als ten oosten van ons. Er liggen twee kleine lage drukgebiedjes en die dansen om elkaar heen. Dat betekent ook dat de storingen die erbij horen, het geclusterde buienactiviteit, ook om Nederland heen dansen. Vandaar dat we nu vanuit het noordwesten flink wat regen hebben. En morgen overdag zitten we een beetje ertussenin. Met nog een storing dicht tegen het noordoosten en dicht tegen het westen. En daartussendoor nog steeds groene vlekken. Dus hier en daar een paar buien. Morgen overdag kunnen die buien in Duitsland nog gepaard gaan met onweer, want daar zit dan de koude bovenlucht. Ook onweersbuien boven het midden en het noorden van Italië en opvallend boven het oosten van Spanje. Daar ook lokaal met onweer erbij. Hoge temperatuur duidelijk, Spanje 35 graden. In onze omgeving een stuk gematigder. Maar ja, normaal is het een graad of 19, dus zover zitten we daar niet op. Dat valt dan wel mee. Het is gewoon herfst. En het gaat vast deze tijd van het jaar van mooi weer naar koud en winterig weer. Windkracht 8 langs de kustgebieden, windstoot tot zo'n 80 km per uur daar. Maar in het oosten van het land slechts een windkracht 2. Dus hele grote verschillen. En vannacht gaat die wind geleidelijk aan volumen. Maar ik kreeg ook foto's binnen van wateroverlasten. Dus hier in Zandvoort, wegen afgesloten vanwege een enorm.